Hey, ik hoorde dat je terug was. Hoe was het? Bikram Yoga doet echt wat met je. Je weet wel die van hiernaast? Ja, zij. Ik stond net met haar in de lift en ze had een enorme kilo-calorie in haar handen vast. Ja. Bizar, hè? Het is 2020. Wie doet dat nou nog? Waarom niet gewoon een lekker, biologisch... Een stukje vlees, een heerlijk stukje vlees. Mijn man. Begrijp ik. Ik stond net met die gast van hiernaast in de lift en hij keek me zo vies aan. Ja, dat is echt zo'n Extinction Rebellion typetje, weet je wel. Die ligt volgende week aan een kiezelsteen vastgeketend voor je auto. CO2, weg ermee. Mensen die planten dood hebben ofzo. Oh, maar luister, ik heb bezoek. Moet hangen. Criminaliteit onder de jeugd. Etnische minderheden. Ga vast en zeker weer over die Marokkanen. Of wacht, Marokkanen mag ik niet meer zeggen van jullie, hè? Lichtgetinte Nederlanders. Want oh, kijk maar uit. Die linkse doen alsof ze zo van vrijheid voor meningsuiting zijn. Maar als ik de mijne geef... Jullie lijken wel zo progressief. Maar pas op, als het niet politiek correct is... Kijk, ik wil niet lijken op zo'n klimaatgekke veganist. Maar we zitten wel echt met een probleem. In Indonesië wordt een nieuwe hoofdstad gekozen omdat Jakarta tegenwoordig te vaak onder water staat. Het stadion staat in brand. De ijskappen smelten. En nog nooit zijn er zoveel diersoorten uitgestorven. Meer dan 100 per dag. We maken onze wereld kapot. En ik kan gewoon niet begrijpen dat mensen niet eens één dag per week vegetarisch kunnen eten. Je kunt het wel posten op jullie Instagram stories, retweeten of een post over maken op Facebook, maar zelf actie ondernemen. De mensen zo hypocriet. Karen is flexitariër. Volgende week neemt Karen een lekkere lange vervuilende vliegreis naar Thailand, want Karen heeft ook echt even rust nodig. Maar als Karen hoort dat ik niet recycle, oh wee, dan krijg ik er weer van langs. Hey man. Ja, dat heb ik al gehoord. Ja, je wordt een beetje vergeetachtig. Ja, ik doe er goed aan, Felix. Ik hou van je. Ik wil niet op zo'n typische linkse lijken, maar ik snap niet hoe mensen op van die populisten zoals Wilders, Trump en Baudet kunnen stemmen. Pas maar op. De overgang van populisme naar fascisme is snel gemaakt. Oh, wacht. Dat mag ik niet zeggen, hè? Mam, je hebt al gebeld. Ja, ik zal er goed doen aan. Ik weet het, hier hebben we het over gehad. Ik heb het gehoord. Belachelijk. Even terug naar onze mannetjes. Kijk, ik wil niet zo'n kutfeminist zijn, maar we stemmen op mannen die dit soort uitspraken doen. Grab by the pussy. Mam, je hebt al gebeld. Ja, ik zal het goed doen aan... Ik weet het. Ik hou van je. Kijk hoe ze gaat met mijn moeder. Ze is niet eens in staat om haar eigen huur te betalen, laat staan om het klimaat te redden. Laat dat mens toch met rust. Kijk, ik wil niet zo eentje zijn, maar zowel Animal Rebellion als Extinction Rebellion gaat niet enkel alleen over het klimaat. Massavernietiging en massa-uitsterving van de ecosystemen en alles wat erin leeft. Vervuiling van de lucht en bodem, rivieren, oceanen, meren en grondwater. Dode zones in de zee als gevolg van eutrofiëring, chemicaliën zoals pesticiden, maar ook alle industrieën die alles vervuilen. Beter als we al deze moeite stoppen in het verhogen van dijken zoals we al 100 jaar doen, hè? Oké, maar even een aantal feiten. De zeespiegel is in zo'n 100 jaar nog maar 19 centimeter gestegen. Zonnepanelen en windmolens zijn trouwens ook enorm schadelijk voor het klimaat en ook nog eens heel erg inefficiënt. Kerncentrales zijn veel efficiënter, hebben maar weinig afval en zijn ook nog eens veel veiliger. Mam, je hebt al gebeld! Doei! Het ding is dus eigenlijk dat we gewoon allemaal doodgaan. Het ding is dat het allemaal linkse propaganda is tegenwoordig. We gaan allemaal dood omdat we zo egoïstisch zijn. Indoctrinatie is het. Indoctrinatie, zelfs op scholen. Als je geen feminist bent, dan ben je seksist. Een vieze seksist. Moslims zouden beter in de gaten gehouden moeten worden. Hier zijn allemaal racisten. Vieze racisten. Ga
terug naar je eigen land. Gooi alle grenzen open. Die Turken hebben al onze banen ingenomen. Oprotten! Linkse vrouwen zijn er om heropgevoed te worden. Abortus is moord! Hi, ik ben Greta en ik ben een autistische puber en ik word als marionet gebruikt voor de klimaatactivisten. Transfoob! How dare you? You've stolen my dreams and my childhood with your empty words. Homofoob! How dare you? Islamofoob! How dare you? Grab him by the pussy. How dare you? How? Grab him! How dare you? How dare you? Grab him by the pussy. Yeah.